Voor een relatief kleine woningbrand in een flat aan de Leisterweg in Sliedrecht werden vrijdagmiddag meerdere brandweerheden uit verschillende plekken in de streek opgeroepen. Volgens een woordvoerder ging het om een klein brandje in een magnetron. Er kwam erg veel rook vrij, desondanks raakte niemand gewond. Dat er zoveel eenheden op het brandje afkwamen, is volgens de woordvoerder vanwege het hoge aantal ouderen dat in de flat woont.